Oké, jongens, kom erbij. Oké, we gaan zo meteen allemaal aan deze kant. Gaan we lekker dribbelen. Op het moment dat ik ja roep, doe je de voet op de bal net zoals nu. Maak je een enkele schaar. En dan neem je de bal mee met je andere voet. Dribbel, 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 dribbel. Het leukste aan voetbal vind ik de acties. Ik vind scoren heel leuk, het is heel vet. De kinderen van Jong Actief Rotterdam zijn gek op voetbal. Dat je gewoon goede skills kan doen en mensen uitdribbelen en winnen. Samen voetballen, pasen en dan naar de goal gaan. En waarom is het leuker dan straatvoetbal? Ja, omdat de straat regent, koud. Zaalvoetbal is gewoon leuker om te binnen voetballen. Voetbal gaat snel. Ruimte om acties te maken is klein. Tactiek is daarom belangrijk. Tactiek is gewoon samenspel. Dus vleugelspel. Eentje gaat naar voren, eentje gaat naar rechts. En dan ga je van achter, pas je naar rechts. Diegene pas hem naar links en dan kan je scoren. Klinkt best wel ingewikkeld. Ja, maar het is wel makkelijk. Ja! Hier bij de club merken ze ook dat zaalvoetbal steeds populairder wordt. Mag je schieten? Het aantal aanmeldingen wat binnenstroomt, dat zien we duidelijk terug. We hebben nu zelfs een ledenstop. Wat betreft zaalvoetbal, omdat de vraag enorm is. En het draait hier niet alleen om de sport. Je leert samenwerken, je leert begrip opbrengen voor elkaar. Je leert je aan de afspraken te houden. Op die manier gebruik je toch het voetbal om een jongere verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Moet ik gaan pakken? De vader van Zinedine, Karim Moussaoui, speelt in het Nederlandse voetbalteam. Hoe vind je dat hij daar aan meedoet? Best wel knap, want... Hij heeft een hele erge blessure gehad. Ja, dus ik ben er eigenlijk heel erg trots op. En ook Bo Yuzan trainde in deze sporthal. Ik ben heel trots ook, want we gaan naar de kwartfinales. En vanavond spelen ze ook, dus ga ik kijken. Ik had daar zo gezien dat ze nog hele mooie goals hadden gemaakt. En daar ben ik wel een beetje trots op hun. Ja, en ze hopen dan ook zelf later op dat WK te staan. Ik wil heel graag een voetballer worden, zodat ik dan ook veel geld kan verdienen. Ik droom om profvoetballer te zijn. En als ik dan bij Nederland ook op het WK mag zijn en dat iedereen mij mag zien, dan zou ik er heel erg trots op zijn en heel blij mee zijn.